town.
Christus zelf, Christus zelf. Wat geeft ons zekerheid en hoop? Wij zijn nu zijn eigendom. Wie houdt ons leven in zijn hand? Wat is ooit sterker dan zijn plan? Wie houdt ons vast tot aan het eind? Zijn liefde houdt ons overeind. O, zing thank you.
Een hele goede morgen. Welkom in deze gemeente. Livebeelders. God is goed. Amen. Het is goed om hier te zijn. Het is goed om God te prijzen zometeen. Amen. Amen. Zo, we zitten wel 1,5 meter van elkaar. Dat is goed. Maar we komen steeds dichter bij God. Amen. Als u wilt, als u kunt, wilt u gaan staan als het lukt. Oké, dankjewel. Wij prijzen de Heer. Amen. Dank u, Jezus. Zeg maar mij, dank u, Heer. Dank u, Heer. Dat u hier bent. Dat u hier bent. Omdat wij hier zijn. Dat wij hier zijn. Waar 2 of 3 zijn vergaderd in zijn naam. Waar 2 of 3 zijn vergaderd in zijn naam. Daar bent u in het midden. Daar bent u in het midden. Amen. Amen. Dank u, Jezus. Ik wil juichen voor u, mijn Heer, met blijdschap in mijn hart. Ik wil jubelen voor u, Heer, mijn hart is vol ontzag. Ik herken u, Heer, ben God, en ik behoor u toe. Mijn aanbidding is slechts voor u, want ik ook denk om voel. Want ik wil u ontmoeten deze dag. En ik zing u alle lof toe, ik heb mijn handen naar u op. Ik prijs u na, God van de eeuwigheid. Halleluja! Alleen de mannen, alleen de mannen. Ik wil juichen voor u. Met blijdschap in mijn hart, ik wil jubelen voor u. En nu de vrouwen. En ik ken u, Heer, met God, en ik behoor u toe. Mijn aanbidding is slechts voor u, wat ik ook denk of voel. En ik ga door de poorten met een lofie. Deze dag. En ik zing. En ik zing nu alle lof toe. Ik heb mijn handen naar u op. Ik prijs u na, God van de eeuwigheid. Ja, de Heer is goed. Want de Heer is goed. Zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Een lofie, want ik wil u ontmoeten deze dag. En ik zing. En ik zing u alle lof toe. Ik heb mijn handen naar u op. Ik prijs u na, God van de eeuwigheid. Want de Heer is goed. Want de Heer is goed. Zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Tot in eeuwigheid. Amen. Want de Heer is goed. Want de Heer is goed. Zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Amen. Want de Heer is goed. Zijn liefde en zijn trouw is tot in eeuwigheid.
deze dag. En ik zing nu alle lof toe, ik heb mijn handen naar u op. Ik prijs uw naam, ik prijs uw naam. En ik ga door de poorten met een loflied. En ik wil u ontmoeten deze dag. En ik zing u alle lof toe. Ik heb mijn handen naar u op. Ik prijs uw naam, God van de eeuwen. Halleluja. Dank u, Jezus. Woo! God maakt vrij. Amen. In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon, in de naam van de Geest. Voor uw troon zijn wij gekomen en verhogen uw naam. U geeft ons genade, u roepen wij aan. In de naam! In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon, in de naam van de Geest. Voor uw troon zijn wij gekomen en verhogen uw naam. U geeft ons genade, u roepen wij aan. Hoor! Hoor ons loflied, Heer, onze dank weer klinkt. Engelen buigen neer, uw gemeente zingt. En u draagt ons hoop op uw vleugels mee. Gemeente zing. En u draagt ons hoog op uw vleugels mee. Heel de wereld ziet hem. God maakt vrij. God maakt vrij. In die hoop leven wij ons verdriet.
Halleluja, halleluja. U maakt vrij, halleluja. U maakt van banden vrij, Heer Jezus. U bent ons verlosser, Heer. U bent bij me vrijder, halleluja. U bent mijn rots en mijn schild, halleluja. Heer, u bent de weg, de waarheid en het leven, halleluja. Dank u wel, Heer, voor de vrijheid die we mogen hebben, Heer, halleluja. Dank u, Abba Vader, halleluja. Want u bent, Heer, u bent onze God, halleluja. Dank u, Jezus, dank u, Jezus, dank u, Jezus. Dank u, Jezus, halleluja. Halleluja, halleluja, dank u, Heer. Halleluja, halleluja. Halleluja. Jezus, wij verhogen u. Wij erkennen u als Heer. U bent hier, in ons midden, Heer. En onze lofprijs geeft u Heer. Als wij aanbidden, bouw uw troon. Als wij aanbidden, bouw uw troon. Als wij aanbidden, bouw uw troon. Kom in Jezus en neem uw plaats. Zing Jezus. You bet you.
Halleluja. Halleluja. Laat er aanbidding zijn in dit huis. Halleluja. 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 Wij aanbidden u, Heer. Wij aanbidden u, Heer. Wij aanbidden u, halleluja. 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 Baba, Heer. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Deze nieuwe morgen, Heer. Halleluja, halleluja, halleluja. Dank u wel, halleluja. Heer, mijn hart gaat uit naar u, Heer, deze nieuwe dag. Deze nieuwe morgen, halleluja. Niet zal mij scheiden, Heer, van uw liefde, Heer Jezus. Heer, ik ben hier om u te aanbidden, halleluja. Aanbid hem in uw eigen woorden, halleluja, baasé. Jezus. Jezus, Jezus, uw naam boven alle namen, uw naam boven alle namen, halleluja, 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 halleluja. Dank u wel, Heer. Jesus.
altijd voor een moment stil zijn. En zijn goede tierenheid en zijn heiligheid aanschouwen in ons midden, in onze harten. Aanbidding. Heer, we bidden u, help ons, Heer, voor een heilige levenswandel. Want u bent een heilige God. En heilige God, we eren u zo deze dag. We willen u danken, Heer, voor wat u doet in ons leven. Heer, ik wil u zo danken, Heer, voor wat u gedaan heeft voor Tinus. Heer, u kent de spannende momenten dat we dachten dat het niet goed ging. Maar u heeft hem opgericht, Heer. Heer en zijn vrouw. En wij als gemeente willen u hartelijk dank zeggen, Heer, dat u hebt opgericht en dat u nog in ons midden is. Dank u wel daarvoor, Vader. Prijs uw wonderbare naam. In de naam van Jezus. Heer, ik dank u wel dat u hoorde. Dat u hoorde en verhoorde bent van gebeden. Heer, ik wil u zo bidden, Heer, voor de persoon die 40 jaar lang hechte vriendschap heeft gehad met Robert. En die Robert en degene is er niet meer. Maar degene wil danken voor die vriendschap. Vader God, u bent de God van liefde. Heren, en in vriendschap is er soms een vader-zoon relatie met elkaar. Of moeder-dochter relatie met elkaar. Vriendschap is kostbaar. En deze persoon wil u danken voor de vriendschap. U bent een goede God en Vader. Ik bid ook troost, Heren, voor die familie. Die zo de geliefde kwijtgeraakt is, Heer. Het doet pijn, het is verdrietig. Maar Heer, de mooie tijden, de mooie herinneringen mogen troost geven. En ik bid, Heer, dat u deze familie, deze Sarah, dat u haar sterkt, dat u haar troost geeft in deze tijd die ze zo nodig heeft. Heer, u alleen kan alleen de beste manier, op de beste manier troosten. Soms zijn woorden te veel. Heer, maar u weet wat de persoon nodig heeft. En ik bid, Heer, in de naam van Jezus, dat u op het juiste moment iemand stuurt in haar leven om woorden van troost te spreken in haar leven. Dank u wel dat u dat wilt doen, Vader. En als gemeente bidden we dat in parige Jezus' naam. Heer, we willen u zo bidden, Heer. We willen Jan nog zo aan u opdragen. Heer, Jan is een tijd niet in ons midden. We zijn hem niet vergeten. En u bent hem zeker niet vergeten.
Vader, we bidden dat u Jan opricht. Heer, u bent nu al bezig, heren. En in die periode, in deze periode dat hij stilgezet is. Heren, bidden we u, Heer, dat u hem bekrachtigt. Heer, dat u hem aanraakt, Heer. En dat hij sterker uit zal komen in deze situatie. Heer, we bidden nu voor mevrouw De Bruin. Heer, dat u ook met haar bent, Heer. Ook in deze situatie. En niet alleen met mevrouw De Bruin, maar met de hele familie, Heer. Heer, bind ze zo tezamen met uw liefde. Heer, en ik bid u, Heer, dat u werkt aan het hart van mevrouw De Bruin. We bidden dat ze u mag leren kennen in deze moeilijke tijd van haar leven. Heer, en dat ze mag ervaren dat u haar genezer bent. Heer, wij prijzen u daarvoor. Heer, dank u wel voor de grote dingen die u doet in het leven van mevrouw De Haan. Dank u wel, Heer, dat ze zo zwak was, maar dat ze nu weer kan lopen. Het zij met de rollator, Heer, maar ze kan weer lopen. Heer, u heeft haar opgericht, Heer. Heer, we willen u danken, u bent niet veranderd. U bent dezelfde God van wonderen. Heer, we prijzen u daarvoor, Heer. Heer, open onze ogen om te zien wat u doet in ons midden, Heer. We eren en we danken u daarvoor. Heer, we bidden ook zo voor Koen. We brengen Koen voor uw genade troon, Heer. U weet alle dingen. Heer, u bent degene die leven geeft, Heer. En dank u wel, Heer, dat u Koen geeft een nieuwe kans. Dat u hem opricht. Heer, dank u wel dat u God van wonderen bent. En dat er geen grenzen zijn aan uw macht, Heer. Heer, dank u wel, Heer. Dat Koen zo deze dag uw nabijheid mag ervaren. Heer, we danken u dat Koen weer kan praten. Het zijn beetjes bij beetjes, maar dat hij weer kan praten. Maar dank u wel, Heer, dat u me geeft levensmoed en levenslust. En dat u hem zo opricht. Vader, wij prijzen u. Heer, u bent onze God. U bent onze koning. U bent onze rots. U bent onze hoop en onze verwachting. Heer, waarin zouden we anders gaan? Heer, bij u alleen, Heer. Heer, we willen u danken, want u bent onze schuilplaats en onze schild. En de heilige God. Prijs uw naam, Vader, Zoon en Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen. Goedemorgen gemeente, welkom. Ik wil iedereen welkom heten, maar speciaal de mensen die vandaag voor het eerst zijn. Zijn er ook mensen die vandaag voor het eerst aanwezig zijn? De allereerste keer. Ja, welkom. De gemeente wil u graag nader leren kennen na... De dienst is er mogelijkheid om koffie te drinken, dus niet schrikken als er mensen zijn die even met u kennis willen maken. In elk geval een gezegende dienst. En dat geldt voor iedereen natuurlijk. Is er ook iemand die nou ook nog iets in kan doen of is dat al gelukt? Oh, oké. Kijk maar. Ja, dat zie je hier vooraan. Deze meneer. Ja, dankjewel. Nou, ik zal even de mededelingen doen. Dat zijn er een aantal. Het gaat over samen bidden. Het krachtigste instrument die wij hebben gekregen van onze Heren. Om voor alle noden, maar ook voor bovenal te danken. Voor de zegeningen die we hebben ontvangen. Dat kan elke ochtend. Online. Van 8 uur tot 8 uur 30. Wil je daar graag aan meedoen? Meld je even bij Pastor Geert of Paulien. En dan regelen we dat met elkaar. Woensdagavond is er een connectgroep hier fysiek op de Damte. Dat kan ook. De zaal is zo groot dat prima lukt. Dus welkom. De dinsdagavond gaan we ook verder met de Celebrate Recovery voor de deelnemers. Herstel in je leven is een feest voor de toekomst. En ben daar aanwezig en ontwikkel je. Healing Rooms op vrijdag is ook wat gewoon doorgaat. Gelukkig. Wij zijn blij dat ook wat er in de wereld gebeurt, dat wij hier in het mooie gebouw waar we gezegend mee zijn, dit soort zaken gewoon kunnen blijven doen. Nu heb ik even het volgende natuurlijk niet onbelangrijk, dat wij inmiddels al
de zaal en het gebouw hebben aangekleed voor de viering van de geboorte van Jezus. Overal in de zaal in het gebouw liggen wel flyers waarin je je kunt aanmelden. Er mogen wat meer aanmeldingen komen. Het is ook zo dat we ervan uitgaan natuurlijk dat we gewoon met elkaar deze viering kunnen hebben. En dus het is goed om je aan te melden, zodat we ook een goed beeld gaan krijgen hoe we het beste de opstelling kunnen doen, zodat we het ook met elkaar veilig kunnen vieren. Dat geldt dus voor de mensen hier in de zaal vanochtend, maar ik wil ook met nadruk de mensen online daar even op attenderen. Dan heb ik nog een mededeling voor het nieuwe jaar. Ook niet onbelangrijk, dat is de doopdienst die in januari mag gaan plaatsvinden. Voor de mensen die het moment hebben ervaren of daar nog naar op zoek zijn, neem contact op met pastor Geert om daar een keuze in te kunnen gaan maken. Begeleiding en voorbereiding is daarin belangrijk. Het mag natuurlijk spontaan, maar als we het nu over hebben en het gebeurt in januari, dan kunnen we daar zeker nog met elkaar over hebben. Dus meld je aan. En het is de prachtigste en de grootste en de beste stap die ik kan voorstellen als je christen bent. Nou heb ik nog ik zit er zo na te denken vanmorgen. En toen zit ik eigenlijk te denken over wat we deze maand allemaal gaan weggeven. Hebben jullie een idee? Vanavond, 5 december en met kerst. En toen dacht ik van ja, ik weet niet hoe dat jullie vergaat, maar ik doe dat altijd gul en met een groot hart. En dan heb ik de oproep naar jullie toe, want dat is ook wat God van ons vraagt. Doe het met een heel blij hart. En ik heb daar een tekst bij. En er staat in 1 Kronieken 29, 14. Maar wie ben ik? En wat is mijn volk dat we na dit soort zo graag willen aanbieden? Want alle dingen komen van u. En van u hebben wij u gegeven. Dus met alle enthousiasme waar ik deze feestdagen mijn naaste mag geven, weet ik waar het vandaan komt. En mag ik aan het begin van deze maand in eerste instantie teruggeven. En daar wil ik graag voor bidden. Heer onze Vader, dank u wel dat we u hebben leren kennen, dat we u kennen, dat we u nog beter mogen leren kennen. Maar bovenal dat we worden voorzien in allerlei zaken, maar ook de financiën. En ook deze maand zullen we daar gebruik van maken op vele manieren. En Heer, dank u wel dat we daar iets van terug mogen geven. Maar bovenal met een blij hart. Heren, sta ons daarin bij en laat ons daarin groeien. In Jezus' naam. Amen. U verandert nooit, eeuwige, U mijn vrede kost, alle Heer, ik vertrouw op U. God van trouw. God van
trap over als u wil. Dank u, Jezus. Halleluja. Wauw. Heerlijk. Wauw, dankjewel, worshippers. Dankjewel. Fijn, AB, Fabian, dat jullie er weer zijn. Uit Tiel helemaal gekomen vanmorgen. Greet is er ook. Weet je dat, Chaka? Greet is er ook vanmorgen. Heel dankbaar. Ik wil nog even bidden met jullie voor Mirjam. Ze hebben het net vergeten. Mirjam, die is hier al een paar weken niet aanwezig. We missen haar. En ze is nog steeds in het ziekenhuis. Het gaat nog niet goed. Ze is heel zwak. We hebben nog geen details verder. Maar haar dochter spreken we af en toe eventjes in de opperdoes. Laten we samen bidden voor Mirjam. En daarna gaan we verder. Ja, Vader, in uw machtige naam willen we Mirjam aan u opdragen op dit moment, heren. U weet alles van haar gezondheid, alles van haar situatie. En we beleiden samen uw kracht en uw genezing over haar lichaam. Ook over haar ziel en geest, uw kracht en uw genade, heren. Wees, u bent daarbij. En laat uw kracht merkbaar in haar aanwezig zijn, heren. Richt haar op in uw machtige naam. Ze is uw dienaar, ze is u zeer toegewijd. Zegen haar, haar gezin, haar kinderen, die het nu zondag even moeten doen thuis. Vader, zegen en ieder van het gezin. We dragen ze aan u op en we spreken leven uit over Mirjam in Jezus' machtige naam. Amen. Amen. Yes. Amen. Dan mogen we niet vergeten. En ik ben u heel dankbaar dat jullie hier zijn en ook dat AB een mooi lied voor ons gaat zingen. Wie weet nog dat ze hier waren vorig jaar, AB en Fabian. Wie was erbij met hun getuigenis? Fabian, je bent een wandelend wonder, hè? Echt waar. En je hebt een sterke, prachtige vrouw die zo naast je staat en voor je staat. Geweldig. Dank je wel. Ga je gang, AB. Heel fijn dat je dat wilt doen. En we leven in een wereld waar heel veel geliefden ontvallen, die heen gaan. In Christus hebben zij het eeuwig leven. En voor ons, nabestaan die achterblijven. Hij is onze koning, hij is onze lied, hij is ons leven. Hij is onze vreugde, hij is onze kracht, hij is ons zwaard. Hij is ons vrede en hij is onze Heer. Christ in me. Christ in me is to live, to die is to gain. Christ in me is to live, to die is to gain. He's my King, He's my song, He's my life, my joy, He's my strength, He's my sword, He's my peace, and He's my Lord. Christ in me is to live, to die is to gain. Christ in me is to live, to die is to gain. He's my King, He's my song, He's my life, and He's my joy, He's my strength, He's my sword, He's my peace, and He's my Lord. Leven is mijn Christus en het sterven gewin. Het leven is mijn Christus en het sterven
gewin. Hij is mijn koning, hij is mijn lied. Hij is mijn leven en hij is mijn vreugd. Hij is mijn kracht, hij is mijn zwaard. Hij is mijn vrede en hij is mijn Heer. Hij is mijn koning, hij is mijn lief. Hij is mijn leven en hij is mijn vreugd. Hij is mijn kracht, hij is mijn zwaard. Hij is mijn vrede en hij is mijn Heer. He's my king, he's my song, he's my life, and he's my joy. He's my strength, he's my sword, he's my peace, and he's my Lord. He's my peace and he's my Lord. He's your peace and he's your Lord. He's my Lord. Dankjewel. Sorry voor de microfoon, maar komt goed. AB, het lied is overgekomen. Dankjewel. En AB en Fabian, als u nog even hier heel even komen staan. Dankjewel. Ik ben heel blij dat jullie weer hier willen zijn, kunnen zijn. Wie er vorig jaar bij was, bij jullie getuigenis. Dan is zo'n lied, gaat veel dieper. Het is niet eventjes een liedje zingen. Het is door iets heen gegaan. En dat merk je. Leiden is jullie leven heen gegaan, maar jullie staan daar. Jullie zijn daar. Fabian, kun je nog even vertellen hoe het nu met jou gaat? We mogen dat weten. Ja, tuurlijk. Ja. Het gaat nog steeds goed. Het gaat wel langzaam. Maar God is goed. Zie je? Ook al gaat het traag, maar God blijft goed. En ze zeggen wel eens, God is good all the time. And all the time, God is good. Weet je, en dat moeten we vasthouden. Vasthouden aan zijn woord, weet je? Zijn woord ligt nooit. Hij is daar met je, juist wanneer de strijd het felst is. Daar is hij. Hij zegt niet voor niets. Vrees niet, elke dag. En dan komt het, want ik ben met u, zegt Jesaja 41, vers 10. En dan zegt hij, ik help je. En dan heeft hij geholpen, en dan zegt hij nog een keer, ik sterk je. Hoe? Dus er is hulp, er is kracht. En dan zegt hij, en ik ondersteun je. Zie je? Dus we kunnen nooit vallen. En we zullen nooit vallen. Want hij is en blijft God. En er is geen andere God dan God alleen. En in hem vermogen we alle dingen. Johannes 1 vers 4 zegt, het vierde vers zegt, want hij die in u is, is meerder dan hij die in de wereld is. En vandaag aan de dag, hè, als je kijkt naar de wereld, hier in Nederland, mensen zijn bang omdat de tweedracht is gezaaid. Mensen worden onrustig, gevaccineerd of niet gevaccineerd. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat we God blijven vasthouden door alles heen. Dat we vertrouwen, zoals Spreuken zegt, ik vertrouw op mijn God. Ten allen tijde. Vertrouw op de Heer met uw ganse hart. Zie je? En dan komt het. Steun op je eigen inzicht niet, zie je? We hoeven zelf niet op ons eigen ik te kunnen denken van we kunnen het niet. Het is volkomen geheel al God alleen. En God is goed. All the time. And all the time. God is good. All the time. And all the time. God is good. Amen. Amen.
En dankjewel. En AB, sterke vrouw, hoe is het met jou? Ook goed. Zeker goed. We mogen God elke dag zijn kracht ervaren. En weet u, er zijn zeker stormen geweest. Maar inderdaad, wat Femi zegt, hij is daar. God is daar te midden van een storm. En weet u, we kunnen er niet omheen. We gaan er soms doorheen. Maar God is daar met ons. Weet u, en het is geweldig dat we kinderen mogen zijn. Dat we kinderen zijn van de Allerhoogste God. Van de Almachtige God. Van de God van wonderen. Dus het gaat alleen maar goed als we inderdaad dicht bij hem wandelen. Amen. Amen. Dankjewel. Ja, dankjewel. Jullie ook. Dankjewel. Wauw. Het was zo'n heftige situatie, corona, in het leven van Fabian. En de laatste week is het best heftig geweest. Ook in onze omgeving gaat het rond. En zeker 4 mensen van de gemeente hebben momenteel echt mee te maken met corona. Dus het is niet een grapje. Het is niet zomaar iets van het gaat even voorbij. Het is heftig. Het kan inderdaad heel heftig zijn. Maar laten we bidden en vertrouwen voor genezing. Maar ook als we er doorheen gaan, dat Gods kracht daar is en nabij is. Dat is mooi, hè? Ja. Nou, nog even iets heel moois, bemoedigends delen, want daar zijn we ook voor gekomen. Hier was vrijdag een heel mooi feest met zo'n 100 kinderen. Die hebben hier een Sinterklaas mogen vieren. En die kregen daarbij een fietsje van de fietsenactie die in het gebouw achteraan actief is. Dat was hartstikke mooi. De zaal is vol met fietsjes hier. Als stoelen weg, fietsjes hier. Maar wat we ook hebben kunnen krijgen voor al die kinderen is een mooie kinderbijbel. Hele mooie kinderbijbel in een tasje met snoepgoed enzovoort erbij. Dus al die ouders hebben ook een kinderbijbel gekregen. Laten we ook bidden dat dat ook in goede aarde zal vallen bij al die kostbare kids die hier waren. Allemaal gezinnen die minder te besteden hebben en die hier kwamen. En dat was prachtig om te zien de blijdschap bij al die kinderen om dat te mogen delen. Er zijn nog een paar kinderbijbels over. Dus als je zegt, ik weet iemand, het is de leeftijd van pak een beet 4 tot 10, 4 tot 11 jaar zo'n beetje, die echt zo'n kinderbijbel zou kunnen gebruiken. Meld het even, we hebben nog een paar staan achter in ons kantoor. We willen met liefde eentje aan je meegeven om het goede nieuws mee te geven aan kinderen in je naaste omgeving. Nou, hoe mooi is dat? Mooi, dankbaar. Ik wil ook bedanken alle mensen die je gisteren zo hard hebben geholpen om de boel mooi te maken. Het podium ziet er prachtig uit. De zaal, de achter, de boven. Echt, dankjewel allemaal. We zijn nog bezig, maar we zijn al helemaal in de sfeer, in een goede sfeer aan het komen. Want kerstmis, echt het kerstfeest, is feest, of niet? Ja, en hangt niet van die boom af, dat weet ik echt wel. Die boom is niet de hoofdzaak. Het is leuk, maar de echte kerstfeest is Christus Jezus, onze Heer. Daar mogen we vieren. En ik wil vanmorgen ook een klein zijsprongetje maken van Nehemia. Want deze dagen wordt ook gevierd het lichtjesfeest, maar dan op een andere manier het Chanukka-feest. Wie heeft er wel eens van gehoord? Chanukka-feest. En dat wordt van 28 november tot 6 morgen, ochtend 6 december, wordt het gevierd. En dan wordt iedere dag wordt een kaars aangestoken. Heel bijzonder feest. Ik heb de Chanukka gevraagd of die ook op het scherm kan komen. Kan dat ook, de Chanukka, een afbeelding? Daar is die. Zie je, de 9-armige kandelaar. Feest ontstond 2200 jaar geleden om en nabij, toen de tempel na een heftige toestand en strijd in het Joodse land, in het land Israël, was verwoest, was ontheiligd door een Grieks-Syrisch koning. Die had het heftige dingen gedaan en de tempel was ontheiligd en het volk was helemaal in zak en as. En toen is er een vrijheidsstrijd gekomen waarbij een heel klein leger Maccabeërs, de vrijheidsstrijders, het opnamen tegen een gigantisch leger en het versloegen. Dat is natuurlijk in de Bijbel niet de eerste keer, dat een klein legertje een groot leger verslaat. Dus daaraan te danken hebben we het Chanukka-feest. En dat is als een feest ingesteld om ieder jaar te vieren. En met één, het wonder was, en dat is het wonder wat dan ook is gevierd, dat er was maar geheiligde speciale olie, want er was geen gewone, maar speciale olie, voor één dag eigenlijk aanwezig, voor één kaars. Maar die ene dagolie heeft 8 dagen geduurd en iedere dag hebben ze een kaars of een lampje kunnen aansteken daarmee. En wordt ieder jaar gevierd en de Bijbel spreekt er ook over het Chanukka-feest. En ook deze dagen mogen we dankbaar zijn voor onze Joodse broeders en zusters, zoveel die dat vieren. In vrijheid, sommigen ook in onvrijheid, sommigen in angst. Want er is een hele antisemitische golf gaande over de hele wereld. Laten we alsjeblieft bidden voor onze Joodse broeders en zusters. Wat is er veel gaande? Wat hebben ze veel te lijden? Ook in Nederland, veel haat en veel tegenwerking en gewoon ongefundeerde toestanden die daar gebeuren.
laten we bidden voor het Joodse volk en hen echt aan de Heer opdragen. Maar in Johannes het 10e hoofdstuk, dat is een klein uitstapje hierbij, spreekt Jezus over dat feest. Het gaat hierover in elk geval, Johannes 10. En als we stilstaan bij deze maand, het kerst, wat komt, de adventweken zijn dan begonnen en mensen komen in een soort van, wat is het, een feeststemming. Nou ja, wij weten dat die echte feest komt van binnenuit en niet van buitenaf. Het komt van binnenuit uit het hart en door de aanwezigheid van Jezus in ons leven. En er staat in Johannes 10 vers 22, daar wil ik even lezen wat er over gaat, over dit feest. Toen kwam het vernieuwingsfeest te Jeruzalem en het was winter. En Jezus wandelde in de tempel in de zuidengang van Salomo. En de Joden dan omringden hem en zeiden tot hem, hoe lang houdt gij ons in onze ziel nog in spanning? Indien u de Christus bent, zeg het ons ronduit. En Jezus antwoordde hun, ik heb het jullie gezegd, ik heb het u gezegd, en gij gelooft het niet. De werken die ik doe in de naam van mijn Vader, die getuigen van mij. Maar u gelooft niet, omdat u nu tot mijn schapen behoort. En dan komt vers 27, mijn schapen horen naar mijn stem, en ik ken ze, en zij volgen mij. En ik geef hun eeuwig leven, en ze zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid, en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader mij gegeven heeft, gaat alles te boven. En niemand kan iets roven uit de hand van mijn Vader. Ik en de Vader zijn één. Tot zover even. Vader, dank voor uw woord. Dat we mogen lezen. Laat uw woord spreken tot de harten. Op dit moment ook degenen die thuis zijn en daar luisteren en kijken. Degenen hier in de zaal. Vader, Heilige Geest, spreek tot ons hart. Op dit moment willen we alle afleidingen en alle ruis in ons leven willen we wegdoen. Alles wat ons bezighoudt buiten u om. Vader, we leggen het af en we richten ons oog en ons geloof op u. Dat u kunt spreken en ons hart kunt bemoedigen. Dank u daarvoor, Vader, in Jezus' naam. Amen. Amen. En ik vond het heel mooi wat hier staat, wat Jezus daar zegt. Mijn schapen horen naar mijn stem en ik ken ze en zij volgen mij. En in het begin van dat hoofdstuk, daar zegt Jezus, een vreemde, vers 4 en 5, zij kennen mijn stem en een vreemde zullen zij voorzeker niet volgen, maar van hem weglopen, dat ze de stem van de vreemde niet kennen. En ik vond een heel klein filmpje van, ik heb het een keer 3 jaar geleden of zo, of 4 jaar geleden laten zien hier. Ik wil het nog een keer laten zien, want dat zijn jullie toch al lang vergeten weer, dat filmpje natuurlijk. En dat laat zien, een hedendaagse illustratie, hoe dat gaat met de herder en zijn schapen. En hoe ze de stem van een vreemde dus niet zullen volgen. Het is ergens opgenomen, ik denk in Schotland of Engeland, maar kijk maar eens naar het filmpje. Heel mooi, wat laat zien, illustratie van dit vers. One more time. Oh, one is. Test 2. Ze weten wat ze moeten zeggen. Dat doen ze allemaal hetzelfde blijkbaar. Nu komt de boer. Look at them, look at them. They are coming. Oh my God. Oh my God. I can't believe it. Oh my God. It's so beautiful. Oh my God. This is amazing. One more. This scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Yeah. You will never have the same again. Oh my God. How can we leave the video coming? Nou, helder of niet? Dus ga bij de schapen staan. Als je langs een wei komt, dan begint takkie takkie ta te roepen. En kijken of ze komen.
Dat is het idee, hè? Dan zie je dus, die schapen die kennen maar één stem. Stem van de herder. Mooi, hè? Ja. En die andere stemmen, die kunnen het precies nadoen, maar ze komen niet. En ik vind het zo'n mooie illustratie van wat hier staat in Johannes, het tiende hoofdstuk. Dat was dus het vernieuwingsfeest, oftewel het Feast of Dedication, het opdragen, het opnieuw inwijden van de tempel. Daar gaat het hier over. En dat moment, waar Chanukka dus op plaatsvindt, zegt Jezus deze woorden. En spreekt hij tot zijn discipelen. En lieve mensen, lieve broer en zus, wij kunnen niet zonder de stem van Jezus in ons leven. Amen. Het gaat hier niet over kerk, het gaat niet over allemaal religies en regeltjes en dingetjes en wat je wel. Het gaat hier over het kennen van de herder. Het kennen van Jezus. Het volgen van Jezus. En er zijn zoveel, dat zegt Jezus hier ook, er zijn rovers, er zijn dieven gekomen voor mij en ook na mij zullen die komen. Die proberen om de kudde mee te lokken, mee te slepen, te stelen enzovoort. Zegt ook in Johannes 10, vers 10. De dief komt om te stelen en te slachten, maar ik ben gekomen om leven te geven en overvloed. Ik ben zo blij dat we deze tijd van allemaal gekke dingen en ziekten en toestanden de goede herder mogen kennen. Amen. Dus vanmorgen als het ware, ontspan en rust in hem. En kom tot rust door de stem en de genade van de herder, de goede herder, die zijn leven voor ons heeft ingezet. Weet je, ik betrap mezelf erop dat je soms zo met allemaal dingen op je schouders kunt rondlopen. Ken je dat? Allemaal zorgen. Allemaal situaties. Mijn vrouw slaapt er soms niet van, vannacht pas om 4 uur of zo. Want als zit ze alleen maar te denken, te piekeren. Hoe moet dit en hoe moet dat? En ik als man, ach ja, die slaapt, hè, die mannen. Ook niet altijd. Maar die zorgen, herkenbaar. Zorgen, dingen, situaties. Kinderen, financiën. De omgeving, het corona gebeuren, allemaal zulke reële dingen die op ons af kunnen komen. Maar waar komt onze kracht vandaan? Waar komt onze hulp vandaan? Waar komt onze troost vandaan? De goede herder, die zijn leven inzet voor zijn schapen. En ik hoop zo, ik bid zo dat we deze maand, vooral het is donker en koud en kil en het regent. En dan gaat die stemming soms automatisch een beetje zakken. Hè? Gek is dat, hè? Als de zon schijnt gaat het wat makkelijker, maar dat met het kille koude weer, dat de aanwezigheid van de goede herder in ons leven, van de Heer Jezus, ons leven zal verwarmen, ons hart zal troosten, ons hart zal versterken. En weet je, die goede herder, hier wat hier staat in Johannes, het tiende hoofdstuk vers 27, mijn schapen horen naar mijn stem en ik ken ze en zij volgen mij. En weet je, dat wil ik benadrukken, de goede herder, de Heer Jezus, kent jouw leven precies. Hij weet uniek waar jij doorheen gaat en waar ik doorheen ga. Hoe vaak hoor je niet van, ja, niemand begrijpt mij. En ik, weet je wel, en ik, een arme ik, en ik heb het zo zwaar. Ja, we hebben het soms ook zwaar. Maar Jezus kent jou en hij geeft je geen lasten te dragen meer dan je aan kunt, weet je dat? Amen. Als je dat wel zo ervaart, als het wel zo lijkt, dan moet je leren, echt leren aan jou zeggen, Heere, hier is mijn pakkie, hier is mijn last, hier is mijn bagage, ik gooi het op u. De Heer Bijbel zegt ook, one day at a time, één dag tegelijk. Maak je geen zorgen over al die andere dingen, die je niet kunt veranderen. Een mens leidt het meest door het lijden dat hij vreest. Dat is ook zo'n gezegde. Weet je, we moeten zo leren, ook vandaag mogen zo leren, om te zeggen, Heere, ik kom tot rust bij u. We zongen toch, God maakt vrij. Is dat een fabeltje of klopt dat? Ja, hij maakt vrij. Tjaka, dat meen je toch wel wat je zong, hè? En jullie als samen, begrijp je? God maakt vrij. Maar zo vaak nog, als je niet oppast, kun je weer ongemerkt onder een soort van juk komen. Een soort van slavenjuk van allemaal dingen, verplichtingen, vrees voor mensen. Verwachtingen van de situatie van mensen om je heen. Wat kunnen verwachtingen toch een boel strijd in ons leven teweeg brengen? Wat we denken van, dat wordt van me verwacht en dat wordt van me geëist. En dat moet ik kunnen en dat moet ik doen en daar moet ik zijn. Het is zo belangrijk, lieve mensen, dat we ons leven durven te resetten. Ons klok, ons schema, ons ritme durven te resetten. Zeggen, Heere, maar wat is nou echt nodig? Wat is nou echt belangrijk? En als je je tijd even nagaat hoe je die indeelt. Wat doe je in die tijd die je hebt, die 24 uur per dag? Hoe gebruik je die? En hoeveel tijd is daar echt aanwezig om bij de goede herder te zijn? Hoeveel tijd om te leren naar zijn stem te luisteren? Ik denk dat die schapen dat ook niet in één keer kunnen of weten. Dat is ook een proces. Ze moeten die herder kennen. Ze moeten hem leren. Ze ontmoeten hem. Hij komt naar ze toe. En wat doet nog meer? Hij voedt ze.
staat, ik geef een eeuwig leven, vers 28. En ook in vers, de eerste verse gaat over die goede herder. Het voedsel wat de herder geeft en zijn stem daarbij, dat geeft die band. Dat established, dat vestigt een relatie tussen de schapen en de goede herder. En de Heer Jezus zegt niet voor niks, ik ben de goede herder. En ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij. En ons leven hier op aarde mogen we helemaal overgeven aan hem. En zeggen, Heer, ik wil u beter echt leren kennen. Als ik even met het huwelijk vergelijk, toen wij trouwden, dacht ik dat ik mijn vrouw kende, uiteraard. Want je hebt 8 maanden verkering gehad. Dat is lang, hè? 9 maanden. 9 maanden was het. Heel lang, hè? Nou ja, toen begon het pas. En nu zijn we jaren verder. En nu pas kan je zeggen, ik ken haar. Tenminste, ik denk het dan dat ik haar ken. En zij kent mij. Het gekke is dat ze mij beter kent dan ik haar ken soms. Dat is heel apart, hè? Die vrouwen, hè? Die kennen hun man door en door, hè? Bij jou ook zo, Fabian? Ja, oeh, zegt hij. Oké. Okay. Maar we kennen elkaar, want we houden van elkaar. En je bent tijd met elkaar door. Je hoort elkaar stem inderdaad. Dat is zo belangrijk. Die stem die herken je uit honderdduizenden. Die stem van je vrouw. En zo de stem van de herder herkennen wij uit, hopelijk uit alle andere stemmen in ons leven en om ons heen. Dat is zo belangrijk. Het is een moment om gewoon na te denken van Heren, hoe kostbaar bent u voor mij? Wat heeft u gedaan in mijn leven? U heeft mij genezen. U heeft mijn zonde vergeven. U heeft mij bevrijd van zoveel pijn en angst en ziekte vaak. En misschien niet altijd. Want sommige mensen, zoals Fabian ook, die zijn er echt doorheen gegaan. Je lag op het randje, heb je gelegen, Fabian. Het was zo close. En sommige mensen die gaan, als het ware, over dat randje heen. Die gaan naar de eeuwigheid, zoals de vriend van Jeffrey, Robert. Maar hij is bij de Heere. Hij weet dat hij bij de Heere is. In leven en in sterven zijn wij van de Heere. Weet je, we kunnen soms zo als mensen zo krampachtig vasthouden van dat ik moet dit hebben, ik moet dit leven hebben. En zo krampachtig denken van ja, maar ik mag niet ziek zijn of ik kan niet. We kunnen allemaal ziek zijn en doodgaan. Allemaal komen te overlijden, een keer. En natuurlijk hopen dat het heel lang zal duren voordat we overlijden. Maar we komen een keer te overlijden. We komen een keer te staan voor de stoel, de rechterstoel, de genadestoel van Christus Jezus. En dan is de vraag gewoon heel simpel. Hoe hebben wij in dit leven met de goede herder gewandeld? Hoe hebben wij in dit leven ons hart en ziel en ons alles leren, geleerd aan hem toe te vertrouwen en met hem te wandelen? Die herder heeft een paar hele belangrijke functies. En als dat schaap die negeert, als het schaap die gewoon aan de kant schuift en zijn eigen weg gaat, dan komt het echt niet goed. Dan gaat het fout. Die herder die leidt, die zet hem in een schaapskooi. Die herder die voedt, die herder die beschermt. Die herder die brengt zijn kudde bij elkaar. Dat staat ook heel mooi in Psalm 23. Heel een mooie beeld. Hij zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. En ik heb begrepen dat het oliezalven is niet zomaar voor de lol, voor de leukigheid. Maar doordat die kop van dat schaap met olie wordt gezalfd, wordt hij beschermd tegen steekvliegen. Zo'n mooi beeld. Hoe God ons zalft. Hoe de Heilige Geest in ons hart komt wonen. En hoe die herder zo om zijn schapen geeft. Om alles voor ze over heeft. Jezus zegt hier ook in Johannes 10. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen. Wauw, dat heeft hij gedaan, hè? Hij heeft echt zijn leven voor ons ingezet. En hij is nu. Hij leeft nu en hij bidt nu bij de Vader voor ons. En bereidt een plaats voor ons. Zodat wij zullen zijn waar hij is. Ik vind het zo'n ongelooflijke gedachte. En daarom ook kon Paulus daarover zeggen, het leven is mij Christus, het sterven is mij gewin, is winst. En iedereen die te maken heeft gehad met ernstige ziekte en overlijden, weet wat het is om iemand geliefde los te laten, maar weet ook wat het is om te weten de troost en de zekerheid van het eeuwige leven bij de Vader. Het is zo ontzaglijk mooi en zo belangrijk, lieve broer, lieve zus, dat wij die goede herder echt in ons leven leren kennen. En ik weet ook, dat weet jullie ook, alles wat echt is, alles wat duur is, wordt nagemaakt. Alles wat waarde heeft, wordt nagemaakt. Dat geldt dus ook wat Jezus hier zegt. Er zijn dieven, er zijn rovers, er zijn imitators die proberen mij aan de kant te duwen om mij te vervangen. De Bijbel heeft daar meerdere plekken over geschreven. En daarom zegt hij, de enige wat je echt weet dat ik het ben, is door mijn stem te kennen. Te verstaan. Die stem van Jezus spreekt altijd over leven, over vrede, over genezing, over genade,
over bevrijding, over verlossing. Dat is de stem van de goede herder. En ook bescherming. Soms is die correctie nodig van de goede herder. Maar niet een correctie in blinde woede dat hij dat schaap gaat aframmelen. Met zijn stok helemaal. Nee, die goede herder corrigeert het schaap. En dat is dan die functie die we zien in Johannes 10. Lees het voor jezelf maar na. Weet je, het gaat over het feest van de tempel, het feest van Chanukka, het feest van de lichtjes, van de lampjes. In dat feest spreekt Jezus over wie hij is en over dat licht van de wereld wat opgaat en wat schijnt in ons hart. Lieve broer en zus, ik zeg dit omdat we zo makkelijk, en dat is het punt ook voor christenen, zo makkelijk net ernaast kunnen komen te zitten. En dat betekent bijvoorbeeld dat je heel gauw komt onder een, als christenen is dat heel, heel makkelijk, onder een soort van veroordeling. Dat is een van de wapens van de boze, hè, veroordeling. Hij probeert altijd aan te klagen en te veroordelen. Klinkt bekend? Altijd een schuldgevoel aan te praten. Dat is een van de wapens die hij hanteert om christenen te verlammen, om ze helemaal van de herder en van elkaar ook te scheiden en te isoleren. En ik zeg niet, in de Bijbel staat zeker dat wij onze zonden moeten belijden. Maar niet dat die zonden ons constant moeten terneerdrukken. En dat we als stenen op onze nek moeten meedragen. En die last voortdurend moeten voelen. Sommige mensen die zijn iedere dag leven onder angst van veroordeling. En angst van ik doe het fout. En misschien klinkt het jou bekend in de oren. Dat is dus niet de stem van de goede herder. Het is de stem van de boze. En die imiteert en die probeert om ons helemaal los te maken. Helemaal te isoleren. Dat is een van de dingen waardoor een schaap kwetsbaar wordt. Als hij wordt geïsoleerd. En Jezus kwam om de schapen bij elkaar te brengen. Ik weet wel, als schapen bij elkaar zijn, dan kunnen ze ook lekker mekkeren. Dat gebeurt ook natuurlijk. Hè? Schapen kunnen mekkeren en blaten. En dat kunnen ze ook. En heel veel dingen. Maar ik doe het ook figuurlijk soms, begrijp je? Maar het punt is, als wij samen zijn, in zijn naam, samen onder zijn heerschappij, en we leren samen die stem van de herder te verstaan en te volgen, dan komt er eenheid in de kudde. Je zag hoe die kudde heel, als één schaap over de dam is. Nou, ze gingen allemaal naar die goede herder toe. We hebben de prachtige plicht en de prachtige opdracht om de eenheid samen te bouwen en te bewaren. Amen. En niet eens te denken van, oh, dat schaap eet mijn gras op of zo. Of dat schaap is vervelend. Of begrijp je, dat doen we zo gauw. Dat we ons tekort voelen gedaan. Maar dat we leren om de goede herder te volgen. Want hij heeft het beste met ons voor. Hij zal ons niet begeven, hij zal ons niet verlaten. En ook al denk je, niemand begrijpt mij, hij begrijpt je wel hoor. En hij vergeet je niet. We kennen allemaal die momenten, we denken, niemand begrijpt mij en niemand ziet mij. Ik, arme ik. En dan hebben we onze PPP, private pity parties, weet je wel. Dat we helemaal in onze eigen schulp kunnen, dat is maar, de goede herder kent jou. En hij zal je niet vergeten. En ik zeg niet zomaar, het is een feit, het is een realiteit. Want er zijn momenten in je leven dat je alleen door dingen heen gaat. Er zijn momenten dat je alleen met oog in oog met God als het ware moet komen te staan. Om je zwaktes en je pijn en je verdriet en je woede en al die dingen bij hem te brengen. En dan pas kan de herder jou werkelijk genezen. En doet hij ook. Maar weet dat de goede herder is er. En ik hoop zo dat we die troost en die trouw en die genade van hem ook vandaag en deze maand en mogen meedragen en mogen doorgeven aan mensen om ons heen. Amen. Want God is een goede God. Hij is niet boos op ons. Hij staat niet met een soort van pollepel te wachten tot we iets een fout maken. Om het dan op los te meppen. Wie heeft vroeger ooit wel eens de pollepel gebruikt? Nou, ik zal me niet vragen. Hè? Maar goed, wij wel vroeger. In onze eerste pedagogische tijd. Hebben we wel eens de pollepel gehanteerd. En alle ouderen onder ons misschien ook wel. En alle Ambonezen zeker, denk ik. Ja, hè? Zo, die pollepels vroeger. Ja. Maar het was ook uit liefde. Het was uit liefde. Want je weet, die ouders hielden van jou. En de Bijbel zegt dat ook. Ze hebben je getuchtigd voor een tijd. Omdat ze het beste met je voor hebben. Die goede herder. Deze dagen ga je opnieuw richten op de goede herder. Ga je opnieuw dat woord lezen als levend water tot je nemen. Ga opnieuw genieten van zijn licht, van zijn genade in jouw leven. Weet je, het gevaar van onze tijd, we hebben zoveel afleidingen, zoveel dingen die ons kunnen bezighouden. We hebben multimedia, we hebben een tv, we hebben een telefoon. We kunnen zoveel dingen bedenken, maar niet de stem van de goede herder kunnen verstaan. Ik wil je gewoon oproepen om die stem weer te gaan horen. En dat betekent dat je soms alle andere stemmen, alle andere geluid, ruis uit je leven opzij moet leren zetten. We zeggen nu even niet. Zoals vroeger die reclame, nu even niet.
Maar zeggen, nee, ik heb Jezus nodig. Ik moet met hem zijn. Ik moet zijn stem verstaan. Ik moet mijn ziel voeden. Mijn ziel voeden met het levende woord, met het levende water. En het kan er zo dicht naast zijn. Religie en kerkgang is niet hetzelfde als Jezus kennen. Mag ik het zo zeggen? Je kunt naar de kerk gaan en je kunt allemaal goede dingen doen en toch geen kind van God zijn. Jezus noemt het een paar keer als mensen tot hem komen. Heren, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En Jezus zegt, het was een goede man. Hij had heel veel dingen goed gedaan. Maar hij zegt, als je volmaakt wilt zijn, ga dan heen, verkoop je bezittingen, geef het aan de armen en kom en volg mij. En dan, dat was net het punt waar het op vast zat, zijn bezit. En hij liet het gaan. En ander, heren, zegt dat mijn broer, dat we de erfenis moeten verdelen. Hij moet bij mij de erfenis verdelen. Weet je wel, zover geeft hij de heren opdrachten. Heren, dat moet u doen, heren, nu. Heren, dat doen. Vanmorgen zei mijn vrouw in bed, heren, het is 7:45. Ik zei, dat weet de heer wel. Mooi, maar ja, sorry, ik moet zo lachen. Heer, het is 7:45. De Heer weet onze tijd. Hij weet alles van ons, maar... Laat mij niet zo lachen, hè. Mooi. Maar hij weet alles van ons. Maar we moeten zo leren om de Heer geen opdrachten te geven. Dat doen we zo vaak. Hè? Heer, even dit. Want God is geen Sinterklaas die alleen cadeautjes geeft. Hij is geen kerstman. Hij is ook geen brandweerman. Vaak doen we dat toch een beetje. Hij moet ons cadeautjes geven. Hij moet ons naar de zin maken. Of hij moet in onze problemen even te hulp komen. En dan mag hij weer een beetje verdwijnen uit ons leven soms. Hè? Dat is God niet. Hij is de goede herder. En de goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen. Wauw, hoe mooi is dat. Ik vind het zo mooi, ook vandaag, ook nu op dit moment zit Jezus voor ons te bidden en te pleiten. Hij is daarbij de Vader. Hij bidt voor ons, hij kent ons persoonlijk. En hij is bezig die plek te bereiden, die prachtige mansions, die villa's, hoe je het voorstellen, een plek die je niet kunt voorstellen te bereiden, waar wij straks met hem zullen zijn in eeuwigheid, in heerlijkheid, als het moment daar is gekomen. En dan, als we dat weten, is het niet meer zo'n idee van we moeten vasthouden aan dit leven. We moeten per se dit leven vasthouden. Het is mooi, het is belangrijk en ik dank God iedere dag voor dit leven. Maar dit leven is het voorspel op het eeuwige leven. En straks zullen we met hem zijn. En weet je, de tijd wordt wat er gaat in de hele maatschappij niet leuker en niet makkelijker. Want er komt echt steeds meer tegenstand tegen christenen. Het Joodse volk, christenen in steeds meer landen. Ook in Nederland wordt wetgeving langzamerhand aangenomen, vergis je niet, die onze vrijheden gaan inperken. Moet in paniek raken? Nee, het is een feit. En de Bijbel spreekt daarover, heel duidelijk. Maar wees voorbereid, want als je vertrouwen stelt op de overheid, dan word je een keer teleurgesteld. Of op mensen of organisaties, dan word je een keer teleurgesteld. En nogmaals, we moeten ook bidden voor de overheid, zegt de Bijbel ook. En bid ook voor de overheid dat God ons nog een tijd zal geven van een rustig en mooi leven, zegt de Bijbel ook. Bid voor de overheid, dat zijn niet onze vijanden. Maar de boze werkt op heel veel manieren om te proberen de vrijheid van Gods kinderen steeds meer in te perken. Wees daarop voorbereid en wees niet verbaasd. Ik zie te veel christenen die alleen maar de vinger wijzen en klagen en mopperen. Van die doet het en dat is fout en allemaal samenzweringstoestanden die je leest. Denk van jongens, we zijn niet geroepen om de wereld te gaan veroordelen. We zijn geroepen om Jezus te verkondigen. En dat is heel wat anders. En als wij Jezus verkondigen, het licht van hem verkondigen, dan moet duisternis ergens naartoe. Het moet wijken. Maar wij moeten niet zorgen of niet proberen om de overheid te gaan veroordelen en zeggen wat ze wel en niet moeten doen. Wij moeten bidden voor ze. En waar we kunnen, moeten we de wijsheid gebruiken die God ons geeft en de tijd die God ons geeft om de goede dingen te doen met de macht die hij ons heeft gegeven. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen. We sluiten af. Het is alweer 10:45. Zie ik dat de tijd gaat te hard. Ik vind het zo'n mooi hoofdstuk. Nog één vers 14 van hoofdstuk 10. Ik ben de goede herder. En ik ken de mijne. En de mijne kennen mij. Gelijk mij de Vader kent en ik de Vader ken. En ik zet mijn leven in voor de schapen. Wauw, wat een vers, hè? Dat heeft hij gedaan. Nog één vers, 16. Nog andere schapen heb ik, dat zijn wij, denk ik, die niet van deze stal zijn. Ook die moet ik leiden en zij zullen naar mijn stem horen. En het zal worden één kudde, één herder. Er zijn niet 10 afdelingen en 100 afdelingen. Nee, één kudde en één herder. Hierom heeft mij de Vader lief, omdat ik mijn leven afleg om het weer te nemen. Niemand ontneemt het mij, maar ik leg het uit mijzelf af. Wauw. Ik heb macht het af te leggen
en ik heb macht het weer op te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Bent u niet blij en opgelucht dat er iemand aan het roer staat die alle macht heeft in hemel en op aarde? Hij regeert over de koningen van deze aarde. Psalm 2 zegt, hij lacht als hij ziet hoe de koningen tekeer gaan. Hij die in hemel zit lacht. Ik heb mijn koning op mijn berg Sion geplaatst. Dit is Jezus. Ik heb macht het af te leggen en ik heb macht het weer op te nemen. Als hij de macht over zijn leven had, heeft hij het ook over uw leven. Mooi, hè? Hij is de machtige koning. Hij is de almachtige. En ik wens in ieder echt toe dat we deze maand mogen genieten. Echt genieten van alle mooie dingen, alle lekkere dingen, alle leuke dingen. Maar vooral genieten van zijn tegenwoordigheid in ons leven. Want de sfeer in huis wordt niet bepaald door heel veel eten en drinken. Maar bepaald door de blijdschap en de rust en de vrede die daar zijn. Als je in huis zorgt dat die sfeer daar is. En dat je dat zelf doet door gebed. Door de Heer te danken. Door hem centraal te stellen. Door je huis open te stellen voor de vreemdeling. En degene die het moeilijk hebben. Ook een belangrijk Bijbels gegeven. Deze maand ook veel mensen die alleen zijn. En soms komen ze hier in de kerk binnen. En dan ruik je in één keer niet een avondmaalslucht, maar een lucht van echte alcohol. Mensen die zo binnenkomen. Zijn ze welkom? Ja, ze zijn welkom. Ze moeten hier kunnen zijn en ze moeten hier kunnen horen en zien het woord van God in praktijk. Laten we ook zo ons huis, ons hart openstellen, opdat Gods geest kan werken en jouw huis en jouw hart kan gebruiken om een ander te troosten en te bemoedigen. Zoals Jezus jou heeft welkom geheten. Amen. Laten we gaan staan. Laten we gaan staan. Ik wil ook vandaag heel kort vragen. Als hier mensen zijn die vandaag hun hart, hun leven, één korte oproep, hun hart, hun leven aan Jezus willen toevertrouwen en hem willen binnenlaten als de Heere en goede herder van hun leven. Wat een dag is dat, wat een feestdag is dat als mensen die keus maken, iedere keer weer. Daar kan ik nooit aan gewend raken, als mensen hun leven aan Jezus toevertrouwen. En als u, als jij hier vandaag bent en die stap wilt zetten, misschien voor het eerst en misschien ben je teruggegleden, weggevallen en wil je weer terugkomen, dan wil ik je vragen. Terwijl we onze ogen gewoon even sluiten. En niemand naar de ander hoeft te kijken. Wil ik je vragen, als u dat bent vandaag. Kom alsjeblieft even hier vooraan staan. Dat we mogen bidden met u, met jou. Om die stap te samen te zetten. En Jezus toe te laten in het stal van jouw hart. In het binnenste van jouw wezen. En dat je hem mag aanvaarden als de goede herder. Die ook voor jou zorg draagt. Muziek speelt er vast. Maar sta een moment stil bij je leven. En is het echt werkelijk aan Jezus toegewijd? Ik heb het niet over een kerk, ik heb het over Jezus. De Zoon van de levende God. Die zijn leven voor jou gaf. Als er iemand is, zegt dat wil ik. Ik wil die stap zetten om mijn leven aan hem toe te vertrouwen. Mag je even hier vooraan komen staan. Heel simpel. Heel kort gaan we met je bidden. Maar het is zo belangrijk om die stap te zetten. Dank u, Heer. Dank u, Heer. Misschien kan ik nog eens een lied gaan zingen. Misschien is er niemand, maar ik hoop en ik geloof dat er iemand is die dat ervaart in zijn hart. Dat God aan klopt aan de deur van je hart. Hij klopt aan. En jij mag open doen en hem binnenlaten. Yes. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Terwijl wordt gezongen, voel je vrij om hier vooraan te komen staan. Hou onze ogen dicht, niet naar elkaar hoeven te kijken, maar richt je hart op Jezus alleen. Dank u, Heer. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. I surrender all. Yes, Heer. I surrender all. I surrender. Zijn er meer mensen die dat willen? Yes, welkom, welkom. Leef echt aan hem toe vertrouwen. Alles aan u overgeven. Blessed Savior, I surrender all. I surrender. To thee, my blessed.
Geef mijzelf aan u, Heer. Mijn hart, alles. Geef mijzelf aan u. Ik geef geheel aan u. Thans overneem mijn heiland aan u. Laten we samen bidden. Heel fijn dat jullie hier zijn komen staan, wat je oprecht de Heer wil toelaten. Een gebedsteam wilt u erbij om hen te omringen, hierbij komen staan om samen te zegenen deze twee kostbare vrouwen. Dank u, Heer. Laten we ze samen aan de Heer opdragen. Dank u, Jezus. Vader, in uw naam wil ik ze beide bij u brengen. U kent hen, u houdt van hen. Ik zegen deze beide kostbare vrouwen in uw naam, Heere. Dat ze uw liefde zo diep mogen ervaren. Zo krachtig als nooit tevoren. Heer, u bent bij macht om alles te overwinnen. Alles te doorbreken. Alles te veranderen. En zo wil ik jullie zegenen aan de genade, aan de kracht. Aan de verlossende kracht van de goede herder, Jezus, toevertrouwen. Heere, raak hen aan. Zegen hen. Heilige Geest, doorstroom. Doorstroom hen, Heere. Met verse olie, kracht, genade. En Heer, u bevrijdt, u geneest, u herstelt, u richt op. Heer, dank u wel. We mogen uitspreken in de naam van Jezus, Heere. Voor Thea, voor José. Heere, uw kracht, uw genade, uw herstel, uw genezing over hen. In Jezus' machtige naam. Halleluja. Amen. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Wilt u voor ze bidden? Wilt u ze zegenen? Aan de Heer opdragen. Dank u, Vader. Dank u, Vader. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Yes, Heer. Uw genade, uw kracht over hen. Dank u, Vader. Mariette? Heilige Geest, ga uw gang, Heer, in ons en door ons alle, Heer. Dit moment, Heer, uw genade, uw genezing, uw herstel. Heer, in Jezus' machtige naam. Jezus' machtige naam. Dank u, Vader. Dank u, Vader. Dank u, Vader. Dank u, Vader. In Jezus' naam, Heer. Uw kracht, Heer, uw genade, uw genezing. Oh yes. Oh yes. Alle mensen wil ik vragen die lichamelijke genezing nodig hebben. Pijn in je lichaam, daar mogen we samen voor bidden. Kom hier vooraan, we gaan samen bidden voor genezing in jouw lichaam die God wil voorzien. De goede herder is hier om te genezen, om te herstellen. Heb je genezing nodig? Laten we samen voor bidden. Halleluja. In Jezus' machtige naam. Heere, ga uw gang. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Yes, Heer. Dank u, Vader. Uw genezing, Heer. Uw kracht, Heer. Oh, yes, Heer. Bless us. Bless
it, Savior. Yes, dank u, Heer. Dank u, Vader. Dank u, Vader. Yes, Heer. Healing in this house. Zien vragen wie te komen. There is healing in this house. Yes, er is genezing in dit huis. There is healing in this house. Uw kracht spreken we uit over uw kinderen in dit moment. In Jezus' naam. Halleluja. Zing het mee. There is healing. Genezing in dit huis. Genezing. There is healing in this house. There is healing in this house. Oh yes, Heer. Halleluja. There is healing in this house. There is healing in this house. There is healing in this house. Today I will praise your name. Oh yes. I will praise your name. Dank u, Heer. Genezing en genade, Heer. Uw kracht, Heer. I will praise your name. Oh, halleluja, Vader. Prijs uw naam. I will praise your name. Oh yes. Today. Praise your name. I will praise you, Jesus. I will praise your name. I will praise your name. You are the Lord, my healer.
sent your word and healed my disease. You are the God, my healer. You are the God that healed me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. Sluiten. Met een mooi lied en dan gaan we de dienst besluiten. Ga je gang. Dit nummer wil ik speciaal voor Pastora Mariette zingen. U had het aangegeven. En, One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking for you. Just give me the strength to do every day, so what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow remain with my. God help me today, show me the way, one day at a time. Okay, nog een keer. One day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking of you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Eén ding tegelijk, hè? Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. God help me today, show me the way, one day at a time. Nu eentje voor passagier. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking of you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow never be mine. God help me today, show me the way, one day at a time. God help me today. God help me today, show me the way, one day at a time. Nog één keer. Wie mag gaan doen? One day at a time. Hey man, dankjewel. Heerlijk. Dat gouden ouwe. Hebben we nog een afscheidslied zometeen? Laatste. Oké, we gaan zo besluiten. Nu zou ik zeggen, volgende week, blijf even na voor koffie en thee. Volgende week hebben we een fantastische gastspreker. Aart Langevoort komt ons met het woord bemoedigen volgende week, 12 december. Nodig iemand uit. Hij is één keer eerder geweest, de lange magere man Aart Langevoort. Heerlijke boodschap. Dus volgende week hebben jullie ander voedsel. Is goed, hè? Verandering van spijs doet eten. Yes? Oké, we gaan ervoor samen. Het laatste lied. God zegen. Dancing in a gado fui, oh, 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 o
atin na yung pagka, atin na yung say, o buwan o praisa hem, atin na yung fisi, atin na yung pagka, atin na yung say, o buwan o praisa hem, atin na yung fisi, atin na yung pagka, atin na yung say, o buwan o praisa hem, atin na yung fisi, atin na yung pagka, atin na yung say, o buwan o praisa hem, fisi. Thank you.